Van Prometheus Live. Leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Skyblock. En ja, zoals jullie weten moesten we weer helemaal opnieuw beginnen met Skyblock. Aangezien onze grote vriendin Janneke vorige keer ons hele eiland heeft verneukt. Dus voor de duidelijkheid, ik ga niet meer team met onbekenden. En ik dacht, weet je... Ik laat gewoon, ik begin al een klein beetje, dat kunnen jullie zien, kijk, warpunt, wat een cobble generator, wat overdekt is, en een klein plateau. Want ik weet dat vanaf het begin echt dood en doodsaai is. Dat, als we het zo doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik moet even snel een nieuwe pickaxe maken. Ik heb ook al wat van aankoop in de shop gedaan. Kijk, daar ben ik echt een man voor. Ik ben echt een shopper. Als ik kobbel heb, veel kobbel, dan ga ik shoppen. Mijn favoriete winkel, die is nu alleen helaas even gesloten. Die is ook uitgebreid. Dat heb ik toen straks blijkbaar gedaan. Vind ik wel nice. De gast die heeft echt goedkope stuff. Ik ga even mijn loentje eten. Oh, yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Oh, lekker. Steak. Twee steaks zelfs. Ja, kijk, zoals je kunt zien heb ik dus ook een oven nu. Vind ik wel nice. Ik hoor. Misschien vinden jullie van niet. In ieder geval, we gaan dus nu niet meer teamen. En zoals sommige van jullie misschien al weten. Ik heb een nieuwe skin, zoals jullie trouwens ook al konden zien. Iron Man, die heb ik sinds het vorige filmpje, dus misschien hebben sommige mensen al gezien. Ik bedoel niet het vorige filmpje van Skyblock, maar ik bedoel het eerste filmpje wat ik hiervoor, het laatste filmpje wat ik hiervoor heb geüpload. Dat is een nieuw, voorlopig even de laatste nieuwe serie die ik heb, want we kunnen niet 100.000 series gelijk doen, wordt een beetje te druk. Maar ik heb een nieuwe serie, dat is een mod showcase. Want het leek me ook wel leuk, maar we gaan een hele serie aanwijden, gewoon omdat ik het heel leuk vind. Dat is de Lord of the Rings mod. En ja, daar heb ik deze mod op. Voor de mensen die hem al gezien hebben. Nou, er komt misschien morgen al, maar zo snel mogelijk, even een nieuwe aflevering. Voor de mensen die hem nog niet gezien hebben, nou eigenlijk, het is een beetje waar het over gaat. Ik moet natuurlijk een huisje vinden om in te zetten, hoor. En ja, ik kom mijn eerste grote vijand tegen. Ja. En ja, voor de andere mensen, wat jullie even kunnen verwachten in de volgende video. Kijk, ik ga vooral exploren. En ja, minen. Kijken of ik wat Dunedain Rangers kan vinden ofzo. Gondor. Uruks afslachten. En ik heb alvast even off-camera work gedaan. Even een beetje gemined. Want ik heb mijn huis natuurlijk in een grot gezet. Waarachter ik een mooi tuintje heb van een hele grot. En daar heb ik nog wat mooie stuff gevonden. Waaronder diamonds. Dus ik heb even mijn huis even gedecoreerd. Ik vind het wel nice. Ik heb heel veel wapens. Ik heb full armor. Geen diamond, maar... Oh, een shop waar ik gratis kan enchanten, jongens. Moeten we zomaar even kijken. Nou ja, dan weten jullie wat je kan verwachten bij de volgende aflevering van Lord of the Rings mod. Het is pas 2 door, dus voor mensen die hem niet gezien hebben. Hoef je niet druk om te maken als je het heel graag wil zien. Dus pas de 2e aflevering die gaat komen. Zo, we hebben nu een hele stack, dat is wel nice. Nou, ik zag even dat enchanten. Misschien hebben die gasten voor ons wat lapies. We kunnen onze axe, pickaxe even enchanten. Is waar 2 gamers NL. Hij zal vast wel lapies hebben dan toch? Als hij dat doet dan water bijvullen. Enchanten is gratis, maar... Heb je lapis, lapis, lapis.
Lapis. Heb je geen lapis? Lapis. Oké, ik heb blijkbaar geen verstand van jongens. Laat me zitten. Sorry dat ik even niet praatte, maar ik was even met hem bezig. Sprak. Oh, nice. Ik ga even naar... Wacht, misschien heb je nog wat boeiends. Even checken. Oké, even checken. Heb je wat leuks? Logs. Eens kijken. We kunnen wat hebben aan logs. Weet je? 32. We hebben 64. 32 plus die 10 carrots. Is 52. Hij haalt het heel even, jongens. Twee gamers NL. Even kijken, waar loopt hij? Ik vind dit best nice gemaakt. Dit is best nice. Misschien ga ik hier wel vaker komen. Twee gamers NL. Onthouden. Mooie shop ook. Goed in elkaar gezet in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Kijk, het stelt niet heel veel voor, maar ik vind het nice. Eerlijk gezegd, ik vind het nice. Daar is hij hoor, twee gamers NL. Gaat hij een wortel opeten? Seriously. Ik wil zolang dat er maar is, hè? Okay. Het hout komt eraan. Je gast doet het wel moeilijk, man. Geef me gewoon een stuk. Maar oké, dan heb je dit. Maar ja. Goed zo. Gaat hij nou serieus het hout vers hakken? Hij gaat vers hakken, dat is nieuw. Oh, hij gaat bomen plaatsen. Oh, nice. Hier, we gaan de wortel gelijk even opeten. Dat hebben we wel nodig. Ah, wordt er dik van. Okay, kom op, Sean. Hey. Ja, voor mensen die niet weten, ik noem iedereen Sean. Gaat hij serieus? Ja, hij gaat hout echt vers hakken. Jezus. Vers van de pers.
erin gelaten. Dus oh, dat blijft. Oh, nice. Fuck it all. Sinterklaas, we can't have me. Ik heb een mop spanner, gast. Oh, een mop spanner. Zo mooi. What the fuck heb je aan een cactus? Je kan er gratis water bij vullen. Je gaat ze op oneindig water vullen, weet je? Dat moet ik ook hebben eigenlijk. Ik ben natuurlijk ook van plan zo'n sup te maken. Oké. Thanks, G. Tot ziens. Nou, dat heb ik ook weer mooi gedaan. Kijk, ik kan wel zaken doen, hè? Die gast die geeft echt laag voor je geld, man. Hij is gek. Oké, nou, het idee voor vandaag is om een mooi huisje te gaan bouwen. Mooi, leuk, natuurlijk leuk, anders is het niet meer leuk. Die was heel flauw. Nou ja. Zo, dat is beter. Mooie open door, hup. Enig dit. Nou, dit is 8 bij 8, dus doen we dit gewoon 6 bij 6. Wat een logica. Daar moet je hard over nadenken, hoor. Je moet uitkijken dat je er niet vanaf flikkert. Ik heb zand nodig. Hoe de fuck ga ik aan zand komen? Help me, I need sand. Weet je wat? We gaan het eerst gaan we het nog even simpel houden. Kijk, mooi duimpje. Enig, hup. Nog een mooi duimpje, hup. Hup, hup. Hup. Nog een mooi duimpje, hup. Nog een mooi duimpje, kijk. Enig, hup. Nog een mooi duimpje. En dan gaan we heel simpel doen. Simpel voor een simpel bezoek. Ik begin natuurlijk echt met een fucking huisje wat niks voorstelt, jongens. Dat ben ik gewoon. Het stelt echt voor geen, helemaal niks voor. En toch diep van binnen vind ik het wel iets hebben, hoor. Zo ben ik gewoon. Get it? Maar weet je? Gewoon om te beginnen. Doe maar even dit. Gewoon. Nice. Letten we het wel mee. Kijk. Home. Ik flikker er nog bijna van op. Zo. Welcome home. It is fucking ugly. Nou, oké. Okay. Het gaat ermee door, jongens. Tenminste. Ja, je kan in ergere plekken wonen. Laten we het daarop houden. Ja. Oké, eigenlijk kan dat gewoon niet, hè? Eigenlijk kan dat gewoon niet. Zo slecht is dit. Echt zo slecht. Zoals jullie zien... Ben ik hier loner weer? Ja. Ik zit nu op de server Dusdavid Games. Goede server voor Skyblock. Überhaupt een goede server vind ik zelf. Maar voor Skyblock is echt een top server. Naar mijn smaak. Dat vind ik hoor. Persoonlijke mening. En ja, voor de mensen die Dusdavid Games kennen. Weten dat je altijd als standaard een koe krijgt. En dat die koe hier niet is. Dat klopt. Die koe is dood. Sorry daarvoor. Maar die koe. Die stond in de weg. En dat was gewoon simpel. Dat is waarom ik hem afgemaakt heb.
Simpele reden. Simpeler kan het niet. Ah, wacht even. Als je bij die gasten gratis je emmer kan laten bijvullen. We gaan even een oneindige watersource maken, jongens. Just because you can. You. Weet je? We gaan dit. Hup, sloop chest. Gewoon. Because I can. En kijk, dan gaan we naar binnen toe. Hup. Hup. Dus chest. Just because we can. Hup, hup. Deze niet. Deze. Hup, 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 hup. Hup, hup, hup. Kijk, dan gaan we hier. Een unlimited water source maken. Dit stel moet ik zo natuurlijk. Kijk dan nu. Oh wacht, het werkt niet. Wat jammer nou. We gaan weer naar onze grote vriend toe. Hoe heette die? Oh ja. Is warp 2. Gamers NL. Is hier, is hier. Zeg niet dat hij offline is, hè? Zeg het niet. You piece of shit. Machine is hier, machine is hier. Ik ga het om praten. Emmer bijvullen. Ja, game. Twee gamers. Eens kijken hoor, gaat hij reageren? Gaat hij reageren? Water bijvullen. Een simpele vraag. Desnoods heb ik 26 kobbels dan. Jezus, dit gaat echt helemaal nergens over, hè? Ah. Oh. Als we niet reageren, ben ik zo klaar. Wie verkoopt emmers water? Ik heb het anders vragen. Misschien reageren ze dan. Oh mijn god. Dit is echt zo erg, hè? Zo erg dit. Ik haat dit, serieus. Oké, okay, Gaming Hero.
is Warp Gaming Nero NL. Hello. Eens kijken hoeveel kost het. Nou, dank je Gaming Nero. We komen... Oh, wacht, nee, dat moet ik niet doen. Sorry, daar ben ik aan gewend. We komen zo wel weer terug, want we hebben nog lang geen Infinite Water Source. Oei. Of wel? Oei. Wacht, stel je voor, hup. Oei, oh, wacht. Stel je voor jullie. Hup. Ja jongens, we hebben al een infinite water source. Hup, fuck, fuck, fuck. Hup, hup. I don't like this. I don't like this at all. Hup. Nou jongens. We hebben een infinite water source nu. Yay. Ik voel me echt zo stoer. Ja, infinite water source. Was zo makkelijk te maken. Nou, maakt niet uit. Eigenlijk maakt het best wel uit. Maar... Weet je jongens. Ik denk dat ik maar even ga afronden. Ja, dat ga ik doen. Oh fuck, ik flikker bijna. Fuck, I don't like this. Nou, ik zei voor ons mooie, oké, simpele, nogal noobachtige huisje. En ja, dan zeg ik vanaf hier tot... de volgende keer. Maar weer, hè. En de volgende keer zullen we dit huisje even wat mooier gaan maken. Wat fancier, want dit ziet er natuurlijk echt niet uit. En, ja, dat lijkt me wel mooi. Smoothly. Ach ja, maakt niet uit, toch? Ik zie jullie de volgende aflevering, hè. Tot dan!